In deze aflevering van Potje Rijden biegt Tim allerlei dingen, Job. Ja, dat echt geschreven, ja. Ze hebben me geholpen, ja. Nou, echt. Rotto, nee, echt. Heeft Femke dit nummer geschreven? Femke heeft me geholpen met dit nummer te schrijven, ja. En gaat hij de confrontatie aan met Femke Louise? Jongens, ik hoor dat Femke Louise er is. Hey. Wow. Welkom bij Potje Rijden. En deze keer zijn we echt aan het rijden. Ja, zelfs in het begin. We rijden daadwerkelijk. Ik zag nu al comments van, maar jullie rijden helemaal niet. Klopt, we kunnen beter een potje stilstaan. Dus. Ja. Oeh. Er komt een hele speciale gast in deze auto zitten. Over enkele minuten. Ja, we zijn er bijna. Voor ons, voor jullie zal het 10 seconden duren. Ja, ja, voor jullie is het echt 10 seconden. Ik moet mijn kauwgom doen, want ik... Ah ja, kan. Sean! Kan. Sean! Toch niet. Ja, wat dacht je dan dat er ging gebeuren? Heb je hem? En dan gooi je deze naar buiten. Wat is het allemaal, Steve? Gewoon erbij, man. Hey! Allemaal. Zo, hoe gaat het met jou? Goed, man, bro. Ik leef nog. Daar gaat het om. Dat is waar. Met je nieuwe series en dat soort dingen. Ja, gaat lekker, man, bro. Ik bedoel, ja, je kent wel Al Je Niet Is Tim. Al Je Niet Is Tim, dat ging goed. Ja, dat ging wel lekker, ja. En daarna kwam nu Tim op de weg, want ik ben bezig met mijn rijbewijs. Dus ik kan ook schakelen. Is het schakel? Dit is een automaat. Oh, anders had je even mogen schakelen. Maar ik ben nu bezig met mijn rijbewijs. Ja. En dat gaat ook wel zijn gangetjes. Maar wat nou als je het niet haalt? Ga je dan verder met die serie? Nee, dan ga ik ook wel tegen mijn kijkers eerlijk zeggen van jongens, ik moet het overnieuw doen. Ik moet het nog een keer doen, je weet toch? Je kan het wel al goed, of niet? Ik kan wel een beetje rijden, maar... Oké, nou je mag niet in deze auto rijden. Nee, dat snap ik. Weet je wat we normaal doen? Nee, wat is het beginnen? Wat is het? Dansen of zo? Nou, ook, weet je. Maar we gaan eerst gewoon beginnen met het vriendenboekje. Favoriete gespreksonderwerp? Ja, grappen. Grappig. Met wie zou je wel een dagje willen ruilen? Ik denk met Kim Kardashian. Wil je met Kanye West seks? Ik wil gewoon kijken hoeveel mensen naar mijn ass kijken. Oké, wat wilde je vroeger worden? Voetballer. Waar geef je het liefst je geld aan uit? Denk wel kleren, man. Dit heb ik het laatst gegoogeld, dus jij het laatst gegoogeld. En als het porno is, moet je het eerlijk zeggen. Ja, zeg ik het ook gewoon eerlijk, man. Gallegal. Gallegal, tuurlijk. Als jij jezelf met een andere celeb zou moeten vergelijken, wie zou dat dan zijn? Het is moeilijk, man. Dan moet ik wel een beetje iemand kiezen die ook een beetje een rotjoch is, hè. Rotjoch van BNN, bedoel je? Nee, niet daar. Oh, okay. Niet zo. Ik denk Balotelli. Wat staat er bovenaan jouw bucketlist? Ik denk gewoon uit een vliegtuig nog springen en dan in mijn hartjes onderbroek. Zonder parachute? Ja. Zonder parachute. Oh, zonder parachute? Oh, niet zonder parachute. Wat is jouw guilty pleasure? De hele dag in mijn onderbroek lopen en gewoon lekker zingen en dan gewoon op het latertje het zwembad kan induiken. En dan de allerlaatste, wat is het goorste wat er bestaat? Ik denk wel als mensen gewoon ze gaan spugen. In je mond? Ja, in je mond. Ja, dat is niet echt lekker, man. In je mond of zo spugen. Dat is echt, ik denk echt bij mezelf van, bruh, moet dat? Dat heb ik ook echt zo vaak en dan denk ik van, joh, gaat doe zo. Even normaal. Ik heb het niet meegemaakt, je weet toch? Oh, maar, dat denk ik al niet. Nee, maar in de zin van, het lijkt me goor, man. Dat waren de vriendenboekjes vragen. En dan mag je weer naar huis lopen. Dat was het. Oké, man, boys. Nee. Okay. Ga ik tegen Harm vechten. Ga je dat doen? Ja, tegen Harm. Ga dat door? Ja, 16 maart, man. Holy shit. Wow. Is dat op een gala of zo? Ja, dat is op een, het is echt een YouTube-evenement en alleen YouTubers vechten. Wow, maar jij bent best wel breed, man. Ja, van me. Je bent echt een... Wat is dat door nou, hè? Ik zie je gewoon trainen en zo. Maar Harm is echt een swingie. Ja, Hampje. Ja, ik noem hem Hampje. Maar ja, Harm. Ik ga wel echt 4-5 maanden trainen, dus dat komt echt wel goed. Wil je dan maar even mijn favoriete nummer van 2018 opzetten? Nee, ik zeg, je ging er los op, hè? Ja! Oh, dat is een domme pokoe. Eens. De dilemma's. Ja. Oké, liever Snapking of die Tim? Ja, dat is logisch, man, die Tim. Pranks of diss tracks? Dat is een moeilijke, man. Dat is allebei kaka. Dan zal ik een goede diss track maken. Tegen wie? Ik denk wel Algemeen, man. Haat hem, hè? Algemeen. Ja. Femke Louise of Armo? Gewoon Femke, man. Zijn jullie nog oké of spreken we elkaar? Ja, gewoon normaal, man. Hebben jullie nog wel eens contact of ook niet? Ja, niet echt, man. Nee, jullie haat elkaar niet, sorry. Nee, tuurlijk niet. Ja. Dat je kijkt, want je weet ik fix
jouw shit. Geld of gelukkig zijn? Dan zal ik toch wel die gelukkig kiezen, denk ik, man. Ja? Ja, nou, ik weet niet, maar geld ook wel. Geld maakt ook gelukkig. Ja. Maar ja, geld is ook wel weer alle, want je moet ook je rekeningen betalen. Klopt. Dus je kiest geld? Ja, ik kies geld, denk ik. Boksen met Armo of met Joey? Ik zou Joey kiezen, man. Ja? Met hem is wel een uitdaging, ik bedoel. Alle okay. Respect naar Robin, kill. Ja, maar hij heet Robin, net trouwens. Wie? Armo. Armo Robin? Ja, Armo heet Robin. Ja. Heet eigenlijk... Oh, dat wist ik helemaal niet. Ik ook. Exposed? Ja, je weet toch, met alle respect naar jou. Ja, jou zal ik niet tegen gaan vechten. Zielig, man. Hoezo dit? Het Femke had geschreven. Ik ken wel. Femke heeft gegooswijd. Ja, maar het had echt geschreven, ja, maar ja. Echt? Ja, het had echt geschreven, ja, ze hebben me geholpen, ja. Nou, echt. Nee, echt. Heeft Femke dit nummer geschreven? Femke heeft me geholpen met dit nummer te schrijven, ja. Oh, wat vet. Ja, het is een primeurtje ook, ja. Oh, ja. Maar ik bedoel, het is toch gewoon goed uitgepakt. Ik oh, bedoel, dus Femke ja. Is een ghostwriter gewoon eigenlijk. Ja, zij heeft wel een beetje voor me geschreven, ja, geholpen. Oh. We waren in de studio. En maar toen ging je nog met haar? Ja, toen ging ik met haar. Oh. 1 miljoen euro of 1 miljoen abonnees? 1 miljoen abonnees, kan je die 1 miljoen euro maken. Je rijbewijs of de liefde van je leven? Voor nu rijbewijs, man. Is er nog een al je niet eens Tim voor Tim? Tim, ja, ik zeg je heel eerlijk, man. Op dit moment heb ik echt, ja, niet echt iemand op het oog, man. Weet je wel, ik focus me gewoon meer nu op mezelf, man. In de zin van, ik bedoel, er valt nog echt heel veel te sleutelen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Yeah. Want ja, het is een beetje kut om steeds in het nieuws te komen met je verleden, toch? Want het is echt een beetje kut. Want ik bedoel, goede dingen komen nooit in het nieuws. En dat moet je gewoon gaan accepteren. Ik was laatst bijvoorbeeld helemaal naar Leeuwarden gereden vanuit Almere. Voor iemand die in het ziekenhuis lag. Die was fan van mij. Ik weet dat je dat gezien staat op mijn Instagram. En ik gaf haar een shirtje toch, want het ging niet goed met haar. Maar dat komt nooit in het nieuws. En dat weet je, ik bedoel, dat moet je gewoon accepteren dat goede dingen nooit in het nieuws komen. Maar ja, als er slechte dingen in het nieuws komen, dan hebben mensen direct weer zo'n beeld van je. Hey jongens, daar gaan we. Zet je speaker aan de? Hey! Hey. Bum bum op de weg. Hey! Is dat deze? Nou ja, weet je wat het ook is? En dat kan ik misschien best wel vanuit mijn standpunt zeggen. Ik heb natuurlijk voor jou 2 video's gefilmd. Ja, precies. Toen was ik met jou mee en ik ging daar natuurlijk ook een beetje zo in. Oké, okay, nou ja, T-Tim, vroeger Snapking. Ja, ik kende jou nog niet helemaal. En, kutjoch, dacht je. Ja, precies, weet je wel. Gaat dood of zo. Nee. Hij gaat hem verkrachten. Oh, nee. Maar, en toen die dag. Kijk, het was een hele lange dag. Een lange dag, hè? Waar ik gewoon niet voor betaald kreeg. Dus, we gaan naar KFC, man. Ja. We gaan naar de Bugget. Maar uiteindelijk dacht ik wel van, ja, weet je. Dus, ik ben wel een goede jongen. Ik bedoel, mensen moeten me gewoon een beetje leren kennen in het echt. En dan, je precies. Weet toch, ik bedoel, ik ben wel. Je zegt het nu zelf, maar het is wel zo. Ja, ja, lief, man. Lief dat je dat zegt. Die hele Femke Louise shit ook, weet je. Yeah. Dat is ook een beetje naar afgesloten en zo, yeah. Toch? Ja, dus stel ze zou hier nu in haar eentje staan, wat zou je dan tegen haar zeggen? Als ze nu in haar eentje hier zou staan, ik zou gewoon zeggen van je doet het goed, ik ben trots op je, je hebt er gewoon wat van gemaakt, ik bedoel... Je hebt je naam zo groot gebracht en je doet het echt fantastisch, man. En je hebt leuke tunes de laatste tijd. Ah, het is wel leuk dat je dat zegt, want ja. Wij hebben namelijk wat geregeld. Dat Femke staat hier zo om de hoek te wachten. En dan kan je wat tegen haar zeggen. Gaan we dan, man? Ja? Ja, ja man. Ja? Oh, maar jullie nemen me in de maan. Nee, dit is bloedserieus. Zeg eerlijk, man, dan gaan we dan. Durf je dat? Tuurlijk, joh. Ja? Ik begin een poosje of zo, man. Zal ik je knallen? Ja, doe maar. Ik ga het halen. Jullie boren mij. Wat komt er nu tevoorschijn? Ah. Nee, niet kijken nog. Nee, ik ga nog niet kijken. Denk, wat zou je tegen haar willen zeggen dan? Maar tegen haar is gewoon wat ik net zei, toch? Ik bedoel, je doet het goed. Ik ben trots op je en je maakt leuke muziek. Ja, ik moet anders zeggen. Ik bedoel... Dan niet dat ik helemaal op mijn knieën ga of zo, ben je gek. Uit is uit, toch? Maar je hebt ook geen behoefte meer om... om wat seks te hebben. Ja, dat kan. Ze komt namelijk naakt om de hoek zo. Ze komt naakt om de hoek? Ja. Ik zit echt te wachten. Je mag niet onze content stelen. Nee, ja, maar een klein stukje. Oké. Is ze leuk? Oké, blijf hier, ja? Oké. Blijf hier. Ja, kom dan. Jongens, ik hoor dat Femke Louise er is. Hey. Wow. Huh? Wow. Wat? Wat moet ik nu zeggen, man? Oh, het is een confrontatie. Oh my god, het is heel awkward. Wow, hoe heb je dit geregeld? Dat is hier weer, Sjan. Ja. Ja, hoi. Ik zeg je eerlijk, ja. Is ze veranderd?
Ja man, ze is wel een beetje veranderd in de zin van ze is kleiner geworden. Ja, ze is kleiner. Je weet toch, als je nu moet zoenen, dan is het zo van... Oh. Nee, ik ga niet zoenen. Ze heeft inderdaad wel betere dagen gekend, Sean. Ja, ze heeft wel betere dagen gekend in de zin van ze loopt wel een beetje leeg. Ze heeft ook veel borsthaar gekregen. Ja, ze is een beetje mannelijk geworden. Maar ja, de kopje is er nog. Oh, oh, laat het niet van... Ja. Nou, Ik wil nog even op. Oh, dat is aardig. Dat lief. Nou. Neem maar mee naar huis. Dag Tim. Dat is gezellig. Hoi hoi. Of nee, toch niet? Kom, we gaan. Zo. Brum, brum, overal. Brum, brum. We willen nog één ding doen. Ja. Oké, okay, zeg maar. Vroeger maakte je natuurlijk die prankvideo's. Ja, we gaan een prank maken, zeker. We gaan een fake prank faken. Ja. Ja. Wow. Maar Fleur, na al die jaren dat we eigenlijk al elkaar zien, zie ik het gewoon heel erg zitten om met jou een beschuitje te gaan eten. Ik zie het wel zitten, maar... Fleur... Kus me, zoals je iemand anders... Jochem! Fleur? Jochem, het is niet wat het lijkt hoor. Wat doe je met die, met haar? Ben je lesbie? Oh nee, Jochem, het is niet wat het lijkt, zoals Fleur net zei. We zijn gewoon vrienden. Ja, nee, ik weet al genoeg. Ik hoef je nooit meer te zien. Broer, man. Ik ben gewoon een boy. Al die tijd? Ja, al die tijd. Dus die keer dat we seks hadden. Ja, was het die Tim in je? Ja, dit was het. Thanks dat je er was, hè. Je hebt nog een rode haar hier hangen. Van mijn kruimpje. En hier nog eentje. Dat gaan mijn vader wel niet denken. Sowieso bedankt. Je weet toch wat gezellig? Jij bedankt, man. Je weet thanks, hè. Blauwe duimpjes omhoog, jongens. En positiviteit. En abonneer, man, hieronder. Ciao, alleen maar liefde. Later, hey, Tim. Later. Later. Nou. Oh. Leuk, Knul. Wie was dat ook alweer? Volgens mij iets van... Daar, Tim. Nou, oké. Oké.